Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival, hier op Vaco Games Reloaded. En jongens, je hoeft niet ontzettend oplettend te zijn om te zien dat mijn Minecraft-wereld er heel anders uitziet. Ik heb namelijk de oude texture pack die ik normaal gesproken altijd op Vaco Games gebruikte, John Smith Legacy, die heb ik weer geïnstalleerd. Ik heb voor 2021 ook een shader pack eroverheen gegooid, zodat het er net allemaal wat meer smenshy-fancy uitziet. Helemaal klaar voor het nieuwe jaar wat mij betreft, want een van de reacties die ik het allervaakst voorbij heb zien komen de afgelopen, maanden eigenlijk wel, is Vaco, waarom gebruik je niet je oude texture pack zoals je hem altijd had? Dan pas krijgen we met z'n allen, dan pas krijgen we met z'n allen de oldschool Vaco Games vibe terug. En wat dat betreft, ja, prima, is goed joh. Als jullie dat leuk vinden, dan doen we dat er gewoon lekker. En ik, bok op. Ik moet trouwens ook wel heel eerlijk zeggen, deze texture pack die past wel echt heel goed bij mij, John Smith Legacy. Dit is namelijk de texture pack die ik al gebruik sinds, moet ik heel even nadenken, volgens mij zelfs het allereerste seizoen van Minecraft Survival. En anders seizoen 2, dat was dat seizoen met die hele grote treinrails, met het kasteel, met dat hele grote farmgebied. Dat was al John Smith Legacy. En volgens mij had ik daar nog geen shaders in, of wel? Misschien ook wel. Dat begon namelijk net een beetje op te komen in die tijd. Dat je shaders ging gebruiken in je Minecraft-wereld. Dus deze ga ik gewoon lekker gebruiken de komende tijd. Helemaal klaar voor 2021 wat mij betreft. Smash meteen even een like als je het een goed idee lijkt. En wij gaan proberen om deze wereld verder te bouwen in het volgende komende nieuwe jaar. Dus, wij moeten even een plan maken voor 2021. Een plan waardoor we deze wereld de allerbeste Minecraft Survival wereld ever ooit kunnen laten zijn. En nou dacht ik, hoe kunnen we dat beter aftrekken? Om toch een beetje meer richting 2021 te gaan door allereerst die kerstboom op te ruimen. Want kerst is geweest. Ondertussen, kerst was hartstikke leuk, was hartstikke gezellig, denk ik. Op het moment dat ik dit opneem, moet het überhaupt nog kerst worden. Maar toch, we kunnen op principe best wel alvast de fik erin steken. Dat zorgt voor sfeer. En als er sfeer is, dan hou ik daar wel van. Kijk, zelfs in deze texture pack hebben zelfs de kisten hebben een kerstsfeertje gekregen. We hebben nu nog kerstcadeautjes. Is wel leuk trouwens, kerstcadeautjes nog uitpakken nadat het überhaupt de kerst is geweest. Heb ik toch ergens een flint of een steel hier? Ja, hapske. Een flint en een steel. Of een iron ingot, net hoe je het noemen wil. Hartstikke flint en steel. Let's burn the mofo down. Let's burn deze boom down to the ground. En eigenlijk moeten we dat 's nachts doen, bedenk ik me net. Eigenlijk zijn we net een partijtje te laat. Want het is natuurlijk pas echt tof als je ook in het donker fikt. Dus misschien moeten we even wachten tot het donker wordt. Wanneer wordt het donker? Dat zal waarschijnlijk nog wel eventjes duren, hè? Die zon die komt net op, G. Kijk hoe cool dit is. Dit is toch vet mooi? Ik had dit veel eerder moeten doen. Waarom had ik dit niet eerder gedaan? Omdat ik een partij schijt eigenwijs ben. Daarom natuurlijk. Oké, dan kunnen we misschien dit even een beetje gaan uitbreiden. Want we hebben hier ondertussen al best wel wat graan. En dat graan dat kunnen we wel gebruiken om natuurlijk de rest van dit ding helemaal vol te maken. Laten we vooral die flint en steel even aan de kant leggen. Voor het geval dat ik per ongeluk mijn halve wereld weer in de fik steek. Ja toch? Het zal niet de eerste keer zijn dat het gebeurt. Deze gaan allemaal weg. En ik weet dat sommige nog niet helemaal volgroeid zijn. Maar ik kan er niet echt goed tegen dat als er een aantal wel gegroeid zijn en een aantal niet. Ze moeten gewoon allemaal op hetzelfde moment geplant worden. Anders dan ziet het er allemaal niet uit, jongen. Deze, waar zijn je zaden? Geef me hier. I need some zaad in mijn leven. Klinkt een beetje fout, maar je snapt precies wat ik bedoel. Bam, 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 bam. Dit gaat allemaal weer erin. Zo, als de vlot zaadse idee. Bam, 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 bam. Weer nog een paar bam bam. En dan hebben we 34 om verder in te zaaien. En dan moeten we dus dit veldje een beetje groter maken. Groeien met je bek. Lekker groot groeien. En waarschijnlijk ga ik dit helemaal nooit echt perfect oogsten hoor. Dat dit echt een daadwerkelijk functioneel veldje wordt. Maar het ziet er wel leuk uit, toch? En zeker als dit ook gegroeid is. In deze texture pack ziet dat er gewoon echt vet cool uit. Pam, pam, gaan we dit redden? Ja, dat gaan we net redden. Dan houden we zelfs nog twee over. Voor daar en daar. Bam en bam. Keurig, lekker. Niks meer aan doen. Waar we heel goed groeien, G. En eigenlijk moeten we dit paadje ook even aansluiten op de rest van het land. Die. Oh, no! Dat is de verkeerde. Heb ik een scheurbotap? Nee. Dat is ook een beetje naar. Daar moeten we ook wat aan doen. Een scheurbotap. Ik moet echt eventjes een, wat zo'n ding? Een enchantment room moet ik eigenlijk hebben. Misschien dat we daar eens wat aan kunnen doen de komende tijd. Wacht, heb ik er een bordje ergens? Hangt die er al op? Nee. Grote molen bij het weed, stripman en hokken voor dieren maken. Dat moet ik ook allemaal nog doen. 2021 wordt een druk jaar voor de Vaco. Even kijken, wat gaan we allemaal? We hebben een bordje nodig, hè? Bordje, mijn stokjes. Stokjes hier. Oh, ik heb al een bordje. Auw.
Ik had al bordjes. Jongen. Weer twee ruimte in mijn inventory naar de graf. Oké, deze bordje komt hier. Dit bordje komt hier. En dan zeggen we op, wat gingen we ook weer doen? Enchantment kamer maken. Dat is die. We moeten ook een portal, bedenk ik me in één keer. Portal maken. Naar een nether. Een nether portal. En er was eigenlijk nog één dingetje over. Misschien dat jullie nog een leuk ding kunnen bedenken. Gooi eens eventjes een leuke suggestie voor 2021 in de reacties. En dat mag dan best wel een wat groter ding zijn. Want we hebben van 1 januari tot 31 december hebben we gewoon de tijd. Dus het mag best een flink project worden. Als jij denkt van, hey Vaco, ik weet nog wat leuks voor deze wereld. Laat het me weten. Misschien kan ik er wat mee. Wij gaan in de tussentijd... Oh ja, schep gingen we zoeken. Een schep. Waar is de schep dan? Heb ik echt helemaal geen schep meer? Waar ben ik dan voor skeren, Tata? Geef mij eens eventjes een iron. Oh, bordje. Nee, niet een bordje. Die en iron. Oké. Ik ga niet die ene diamond eraan gebruiken. Dat vind ik zonde. Ik heb één diamond. Die moet ik gewoon een beetje zuinig mee zijn. Die gaat daar. Iron shovel, lots of lots. Deze gaat zo. Hopelijk kunnen we dit dan in één keer doen. Dat zal wel weer niet. Want dit zou wel... Oh, wel. Dat kan wel. Het is weer teruggegroeid. Nice. Hatsakee. En dan bam, bam. Bam, bam. Dan moeten we hier eventjes iets van een trappetje voor regelen, I guess. Dat moet sowieso, want anders dan komen we hier niet bij. En dan zo. Hatsakee. Dan kunnen we vanaf hier, kunnen we naar links, kunnen we naar rechts. We kunnen overal naartoe. Trappetjes. Heb ik nog trappetjes? Ah, niet trappetjes in mijn leven. Trappetjes. Hoe gibt es hier een trappetje? Heb ik überhaupt nog? Ja, hier. Steen. Laten we daar wat meer trappetjes van maken, want ik moet sowieso nog een paar van die dingen doen. Let's go. 32. Oh, daar komen we wel een eind mee. 32 komt goed. Jawel hoor. 32 komt helemaal voor elkaar. Dan gaat hier eentje, bam. En dan gaat hier eentje, bam, hotzee. En eigenlijk wil ik dan morgen, of eigenlijk misschien straks zelfs al wel, beginnen met een grote hok voor de paarden. Want de paarden staan op dit moment gigantisch in de weg. En ik weet het, daar kunnen ze niks aan doen. Ik heb ze er zelf neergezet. Het hinnik naamloos pokkenbeest staat gewoon gigantisch in de weg. Het is er ook maar één. Dus misschien moet ik ook nog eens een keer een ander schaap. Ander paard moet ik regelen. Luister, dan is er eentje. Dat is ook een beetje sneu. Hoe gaan we dat dan doen? Gaan we dan weer op dezelfde manier als dat we eigenlijk in de vorige wereld deden? In de vorige wereld gebruikte ik namelijk gekleurde wol om grote hokken te maken. A la Amerikaanse stijl, weet je wel. Van die grote Amerikaanse rode schuren. En dan werden dat natuurlijk allemaal schuren en allemaal verschillende kleurtjes. Anders werd het ook zo saai. Maar wil ik dat ook in deze wereld? Wil ik dat ook hier? Want als ik dat hier ga doen... Dan ben ik eigenlijk aan het herhalen wat ik ook in de vorige wereld aan het doen was. Alleen dan op een andere plek. Is dat mooi? Ik denk persoonlijk eigenlijk van niet. Dus eigenlijk moeten we nu gewoon een idee zien te verzinnen. Waar wij dan de paarden gaan stallen op een mooie toffe plek. Misschien... Dat zat ik ook al een tijdje geleden aan te denken. Kunnen we het uithollen? In een berg of zo. Want we hebben hier best wel een leuk bergje. Waar we eigenlijk niet zoveel mee doen. Ik ben er een keertje overheen gewandeld. Maar that's it. Als we nou gewoon hier. Aan deze zijkant, hè. Als we nou gewoon hier. Een soort paadje maken langs deze kant. Zo, wop. Die kant op. Gewoon rechtdoor. En dat we dan deze berg. Want dat is het. Het is best wel een flinke heuvel. Als we die dan uithollen. En in de berg verschillende dierenhokken maken. Dat zou op zich best wel een leuk idee kunnen zijn. Dan gebruiken we een soort dierentunnel. In plaats van een dierenruimte die we normaal altijd gebruiken. Is het wel een beetje een grote berg? Nou, valt ook wel weer mee. Daar valt ook wel weer mee. We kunnen ook dit kaal maken. En dan een tunnel door de berg heen. En dat we hier een soort dierenarea van maken. Dat kan ook. Maar het is wel redelijk vlak hier. Ja, in het midden dan net even niet. Maar eromheen zijn dan bergen. En dan kunnen we in het midden... Kunnen we... Een vlak gebied maken met verschillende dierenkooien. Dat zou ook wel heel wat tof zijn. Nou begin ik aan mezelf te twijfelen. Wat gaan we doen? Ik denk dat we allereerst met die berg aan de slag moeten. Dat lijkt me gewoon... We moeten gewoon een knoop doorhakken. We gaan aan de slag met die berg. Het wordt het bergidee. En waarom? Omdat me dat het minste werk lijkt. Dus, dan gaan we deze allemaal aan de kant doen. Dan moeten we hier even een paadje maken. Even een mooi paadje natuurlijk, hè. Want dat moet wel een beetje een ding zijn wat we de komende tijd vaak gaan gebruiken. Dus het moet wel een beetje tof zijn. Als het niet tof is, ja, dan hoef ik het niet. Ik wil alleen maar toffe dingen in mijn leven. Alleen maar tof. Als het niet tof is, mag je terugbrengen. Ik hoop dat je het bordetje nog hebt. Zo. En dan deze misschien nog eventjes. Zo, hartstikke. En dan gaan we het later ook wel een beetje meer detail geven, hoor.
Had eerst eventjes gewoon de grote lijnen. En daarna de kleine lijntjes. Dit wordt echt een cool idee. Ik denk dat dit best wel een van de betere, grotere projecten van deze wereld zou kunnen worden. Want deze wereld heeft best wel wat grote dingen ondertussen al. Ik bedoel, we zijn... Hoe lang zijn we bezig? Welke aflevering is dit? 31. Op zich zijn we best wel al een tijdje bezig in deze wereld. Dus het wordt ook wel weer een keer tijd voor dit soort grote dingen. Grote acties kosten gewoon een hoop tijd. Maar uiteindelijk is het wel waard, vind ik persoonlijk. Wordt het ondertussen al donker? Het wordt bijna donker. We kunnen bijna de kerstboom in de hens steken. Lekker. Kerstboom zal fikken als een malle. Oké, dan kunnen we hier een paadje doen. Zo, doen we hier even een paadje, nou ja, twee breed. Dat sluiten we later wel even netjes aan. Bam, 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 bam. Dit sluiten we zo meteen allemaal wel netjes aan, HC. En dan kunnen we hier... Maken we dan de opening naar de dierengrot. Is dat een woord? Dierengrot? Bij deze is dat officieel een woord. Dierengrot. HCT. Hoeveel ruimte hebben die beesten eigenlijk nodig? Twee hoog? Drie hoog? Ze zullen nooit meer het daglicht zien. Dat is wel een beetje gemeen. Ah... Ach ja, weet je, de bio-industrie in Nederland die floreert geweldig, dus dit wordt mijn stukje bio-industrie, I guess. Had hij maar geen paard moeten worden? Had hij maar wat anders moeten worden? Mestkever of zo, dan had hij gewoon lekker buiten kunnen blijven. Kijk, nog meteen nog wat extra van dit spul, helemaal goed, ook weer lekker voor de experience. Ik vind het wel een tof plan. Hatsee, is het al donker? Nee, bijna. Oké, dan gaan we gewoon verder met graven, toch? Graven met je bek, totdat je erbij neervalt. Zo, dat zal wel één grote dierenellende worden in deze tunnel. Wat zullen we doen? Zullen we eerst de tunnel helemaal uitgraven en kijken hoeveel ruimte we hebben? Misschien is dat wel een idee. Dan we eerst even kijken hoe lang we deze tunnel kunnen maken überhaupt. Want als het een hele kleine tunnel wordt... Ja, dan heeft het niet veel nut om nu alvast hele grote ruimtes te bouwen. Dus we moeten even een beetje kijken hoe het uitkomt. Wat is die donker trouwens? Geef mij eens even een fakkeltje, G. I need some licht in mijn leven. Het is bijna oud en nieuw. Oh. Ik zei, geef mij licht in mijn leven, dankjewel. Het is bijna oud en nieuw. Dan moet je wel een beetje licht hebben in je leven. Al mag je tegenwoordig ook niet eens meer vuurwerk afsteken. Niet dat ik dat ooit deed of zo, maar... Het mag niet meer. Dus ook dat lichtpuntje is verdwenen. Het licht in de duisternis. Van hier doorheen? Is dit het einde van de berg alweer? Het zou zomaar kunnen, hoor. Het zou heel groot als deze berg nou ook weer niet. Hier, zie je, valt allemaal redelijk mee. Een klein bergje. Oké, het zo. Zie je, dit is dus niet een hele grote lange tunnel. Dus daar kunnen we ook niet heel veel mee doen. We kunnen er wel een paar dieren neerzetten. En we hoeven natuurlijk ook weer niet 80.000 paarden in één ding te hebben. Als we gewoon 3 of 4 paarden hebben, is het meer dan voldoende. Als ik... Het enige uitzondering is denk ik voor de schapen en de koeien. Ik denk dat dat het enige uitzondering is. Want die schapen, die gaan we uiteindelijk nodig hebben natuurlijk om wol te krijgen. In allerlei verschillende kleuren. Stel dat we ooit weer een vuurtoren willen bouwen in dit land. Dan heb ik gewoon mijn schapen nodig. De koeien hebben we nodig om boeken te maken voor de enchantmentkamer. Want die hebben we ook gewoon nodig. Dat hangt hier. Daar. Bam. Hoppakee. Die moeten we doen. Dus daar hebben we veel koeien voor nodig. En wat hebben we nog meer nodig? Varkens niet echt. Ik denk dat als we die koeien aan het slachten zijn, dat we al meer dan genoeg spul hebben. Wat ging ik ook weer doen? Oh ja, ijzer halen. Niet een extra schepje in mijn leven. Bam. Waar is mijn schep? Waarom ligt al mijn ijzer daar? Dat is niet de bedoeling. Ijzer daar. Schepje erbij. Bam. Bam. Appetitie. Scheppen met je bek. Die gaat daar. Kom maar. Maar het eerste wat we nu moeten doen, terwijl de maan opkomt, oh, zie de maan schijnt door de bomen. Je kan zeggen wat je wil, maar deze texture pack is awesome. Smash even de like voor de texture pack. Wij gaan een einde maken aan kerst. En zie je, in deze texture pack hebben we zelfs de kerstster van Bethlehem die erboven komt. Dat is toch helemaal sfeer? Dat is toch helemaal kersterig. Dat is wat ik leuk vind. Ik hou van kerst. Waar is mijn fik ding? Hier is mijn fik ding. Oké, zullen we er één keer genieten? Van de kerstboom? Oh, mooie kerstboom. Oh, mooie kerstboom. Jij gaat een vallende ster. Nice. Dan mag je een wens doen. Ik weet niet of je hem zag, maar ik zag... Dat was een schietende ster, die ging naar boven. Een vallende ster. Je mag een wens doen. Ik wens... dat 2021 een heel mooi jaar mag worden. Bleh. Maar goed, hey, weet je... Fik erin. Let's brand met die boom. Fikkie, let's steek deze boom... In de hands. En jongens, ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het liken van de video's in 2020. Waarschijnlijk komt er nog eentje in 2021, als ik het een beetje goed gerekend heb. Er komt er nog één in 2020 en dan de rest in 2021, als ik een beetje goed gerekend heb. Als het niet zo is, wil ik jullie ontzettend bedanken. En voor de rest, zie ik jullie de volgende keer. Graag weer terug. Oh, wat een mooie fik.
Oh, schitterend. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En jongens, tot de volgende keer. Mazzel!